Vandaag weer een update van mijn spinazieplantjes. De drie plantjes groeien echt onwijs goed. En ze zijn ook mooi stevig. Dus daar gaat het fantastisch mee. Eén wortelplantje is toch weer opgekomen. Dat gaat hartstikke goed. Ik wilde ook graag nog even mijn appelboompje laten zien. Want je ziet hier zo, dit was het bloemetje en nu is die uitgebloeid. En dan zie je dat daar straks ook de appels komen te hangen. Ik heb nog iets dat echt super leuk is. Ik heb een insectenhotel gekregen. Want insecten zijn goed voor je plantjes in de tuin. En ik heb hem opgehangen en hij werkt. Je ziet hier allemaal gaatjes. En een aantal van die gaatjes die zitten dicht. Met een soort zand. Nou, dat heb ik opgezocht op internet en dat blijkt een metselbij te zijn. Die legt eitjes, tenminste die legt larfjes erin. En dan doet hij die gangetjes dichtmaken met zand. Het is nu wat koeler, dus je ziet de insecten eigenlijk niet vliegen. Maar ik heb nog een heel leuk filmpje op mijn mobiel staan, dus die zal ik proberen te uploaden hierbij. Dan kan je zien dat het heel druk bezocht is normaal gesproken. Bij de theeplantjes zie je dat de eerste plantjes al omhoog komen. Je ziet hier allemaal groene stipjes. Kijk hier en daar. En dat is het plantje tijm. Nou, verder bij de andere is nog niet zo heel veel te zien. Behalve bij deze. Hier zie je als je inzoomt ook weer een groen stipje en daar ook. En dat is het bakje kamille. En hier is ook nog niks te zien. Bieslook is nog niet naar boven gekomen. En ik zie ook nergens groene puntjes. Plantjes binnen gaat het ook heel goed. Je ziet dat andijvie echt een groeispurt heeft gemaakt. De blaadjes zijn echt een stuk groter en hebben al veel meer vorm. En bij sperzieboom is echt iets heel gaafs gebeurd. Want kijk, je hebt eerst die soort verkleurende blaadjes, soort van bloemetjes. En hier hangt de eerste echte sperzieboom. Oh, als je achter op dat blad kijkt. Oh, hij is alweer weg. Ik heb de laatste tijd wel last van fruitvliegjes binnen. En uiteraard krijg ik de schuld met al mijn plantjes. En ik denk ook wel dat ze gelijk hebben. Maar heel vervelend. Oh, daar gaat hij weer. Dus als iemand nog een goede tip heeft om van die fruitvliegjes af te komen, heel graag. Nou, dit is cherrytomaat. Die is ook behoorlijk gegroeid afgelopen tijd. Peterselie. Rucola gaat iets minder, heb ik het idee. Hij lijkt wat gekrompen te zijn. En dit is doperts. Je ziet dat daar de blaadjes ook verkleuren, maar ik weet niet of dat hoort of dat juist slecht is. Wortel groeit ook goed. Zie ik niet heel veel verandering. Dit is venkel. Die staat wel gewoon stevig overeind. Dus daar gaat het ook goed mee. En broccoli is een beetje een puinhoop. Daar gaat het niet geweldig mee. Ik ben echt zo blij met mijn sperzieboom. Ik ben daar zo trots op. Mijn eerste eigen boom. Dit was weer de update van vandaag. Het is vandaag dinsdag 19 mei. Heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop dat het weer snel beter wordt, want het is toch leuk als de plantjes bij je te staan. En ik zie jullie snel weer. Doei doei!